In Slowakije schuift Richard aan voor het ontbijt dat met veel liefde door zijn meiden bereid wordt. Willen jullie een zacht of een hard gekookt ei? Het eiwit moet wel heel zijn. Het moet wel hard zijn. Eigenlijk. Ja. Voor de rest maakt me niet zoveel uit. Dat ging niet eens een vraag. Nee? Nee. Oh. Oké. Okay. Oh ja. Oh, als eieren gaan drijven, dan word ik altijd zenuwachtig van. Oh, maar dat is alleen als ze in koud water drijven. Oh ja? Maar dat weet ik dan weer niet. De sfeer is wel goed. Ja, onderling is de sfeer goed. Vind ik ook wel echt heel fijn. Ik voel me relaxed. We kletsen lekker met elkaar. En ik denk dat dat wel een hele goede basis biedt om iemand ook te leren kennen. Dat je jezelf ook gewoon fijn voelt. Het lijkt wel zuur deze. Ja, daar ruikt het wel. Ik heb geen idee. Ik kneep er een keer in en toen dacht ik, god, dat lijkt wel zacht brood. Laten we dat meenemen. Verrek. Nou, dat is wel een dingetje namelijk. Want... Ik kneep er even een keer in. Ja, dat doe ik al vaak. Ik ben wel ontspannen. Ik vind het gewoon heel fijn dat ik gewoon mezelf mag zijn. En dat ik niet het idee heb dat het anders moet. Alles is oké. Zo grappig. Mijn vader die deed altijd vlak voordat we dan op vakantie gingen. Dan ging hij altijd helemaal de auto wassen en uitzuigen en zo. Mm-hmm. En ik vond het als kind altijd heel irritant. Want het ging altijd op het laatste moment. Nee. Maar ik doe het nou zelf ook. Vind ik echt fijn. Als je dan weggaat, moet je heel lang in die auto zitten. Lekker schoon. Je gaat toch altijd iets meer op je ouders lijken dan dat je vroeger als kind van plan was, hè? Dat ik echt denk, waarom doe ik dat? Waarom doe ik dat? Ja. Zo. Niet zo gelukkig. Hartstikke mooi. Je kunt nou de kop in loslaten, in principe. Blijven staan. Top job. Te lang stilzitten kan hij niet. Richard gaat met zijn meiden enkele machines klaarzetten voor een wasbeurt. Wat moet ik hem dan? Als je stil wil staan, de kelder, de koppeling in trappen. En dan, Oh, de koppeling in trappen. Ja. Durf je mij hier alleen in te laten? Als je ergens tegenaan rijdt, als je niet tegen die drie trekkers aan. Voor de rest maakt het niet zoveel uit. Okay. Maar sla die drie trekkers over. Oké. Okay. Ja. Mag ik starten? Yes. Zet hij ook? Oh ja. Ik ga vooral uitzoeken welke van beide ik het prettigst vind om om me heen te hebben. En of die verstandelijke conclusie dan ook strookt met het gevoel wat er ontwikkelt. Maar daar kan ik op dit moment echt nog geen zin over zeggen. Want dat is gewoon, ze zijn gewoon tot de spontane leuke meiden. Dat heeft gewoon tijd nodig en daarom zijn we er. Volgens mij ben je tevreden. Ik wel. Nou, kijk eens even. Hij glimt ook, dus dan ben ik ook tevreden. Hartstikke mooi. Vinden we leuk. Weet je hoe die werkt? Nee. Ja, ik moet aan dat ding trekken en dan de achterkant in knijpen. Oh, hij wil wel weg, ja. Het is op warme dagen wel echt fijn werk. Ja. Lekker. Ja. Ja, ik vind het wel lekker. Nou, ik weet niet wat er voor troep afkomt, maar... Nee, gewoon grond. Oh, ik zit vast onder mijn wiel. In Slowakije staan de machines schoongewassen in de schuur. Tijd voor ontspanning. Richard neemt zijn meiden mee naar het nabijgelegen stadje. Nou ja, we gaan vanmiddag weer heel wat anders doen. Gewoon even relaxed, een beetje ontspannen. En zien we elkaar op een andere manier, kunnen we wat bijpraten. Ik denk dat ik zelf ook wel even een bodywarmertje of zo meeneem. En mijn pinpas. Er hoeft niet alleen maar over werk te gaan, maar dat gaat ook gewoon over hoe mensen het leven staan. Denk ik. Maar ja, daar moet ik ook nog een beetje mijn eigen in ontwikkelen. Want ja, zo gek vaak voer ik die gesprekken ook weer niet. Dus dan moet ik toch een beetje achterhalen wat ik allemaal wil weten. En maar over werk praten, dat gaat me vrij makkelijk af. En een beetje dom met mijn nek lullen, dat kan ik ook wel. Maar iets nuttigs uit die meiden naar boven borrelen, dat, daar moet ik mezelf misschien nog een beetje in ontwikkelen. Ja, en dan heb je hier een pleintje waar het foodfestivals zijn en automeetings en allerlei gekkigheid. Dat is hier om de hoek eigenlijk. Ja, als feestdagen niet gevierd worden, doen ze dat daar. Als feestdagen gevierd worden, vooral de feestdagen, dan is er echt hier, deze hele straat staat dan vol met kerststalletjes en zo. En ze hebben overal ijsjes en terrasjes. Houden we van, toch? Ijsjes en terrasjes. Ja, dan kun je gebak eten. Ben je van gebak? Niet? Nee.
Nee. Taart. Ben jij van gebak? Ja, ik ben heel erg van het gebak. Wil jij met mij een taartje eten? Ik wil wel met jou een taartje eten. Mooi. Als we wel weer even het oogcontact hebben en als ik dan zie dat hij het leuk heeft en dat het goed is. Dat vind ik heel leuk om te zien. Ik wil wel proeven. Dat mag. Leuk, hè? Jij kan wel eten en drinken delen. Ja, leuk proeven. Ja? Zo. Nou, ja? Is wel lekker, maar... Ja, dan wil ik ook even. Maar, kan ik me even voorbereiden? 0% naar huis, weet ik niet, hoor. We gaan nog lang niet naar huis. We gaan nog lang naar huis. Oké, okay, goed. Het is ook goed om even van de boerderij af te zijn. Ik vind het op de boerderij leuk, maar even een stadje in vind ik wel even lekker. En Richard ook, want die flirt er wel van op, ook. Zit ik nou hier zo een beetje om eens te kijken naar al die andere vrouwen en zo, hè? Ik zou net zeggen, waar ben jij naar aan het kijken? Nou, welke kant wil je op? Ik was gewoon nieuwsgierig. Ben ik dan een beetje vrij daarin of heb ik dan twee hele jaloerse mensen tegenover me zitten? Nee, ja, je mag zeker naar andere vrouwen kijken, dat geeft helemaal niks. Maar ik was gewoon nieuwsgierig of ik dan direct zeg maar een hele kwaaie blik tegenover me heb. Of dat ik... Thank you. Zeg maar, nee, natuurlijk niet. Je mag toch gewoon naar andere vrouwen kijken? Ja, dat, ja, zeg maar. Je mag andere vrouwen zelfs heel mooi vinden. Ook dat nog? Tuurlijk. Gewoon wel een vrijheid. Als je dan aan het einde van de middag wel weer met mij mee naar huis gaat, dan is het goed. Dat is wel vaak de bedoeling, ja. Ja. Ja, top. Of met mij. Maar jou, ja, mag, okay, ik wel. Daar ben jij dan ook mee. Met een van onze concurrentiestrijd, hè? Ja, ik weet niet. Hij zit gewoon lekker op de praatstoel en ik klets lekker en... Groot blij gezicht. Maar jij hebt vet veel ruimte. Wat nou als ik gewoon mijn eigen campingje daar wil maken dan? Op mijn erf? Ja. Ja. Een boerderijcamping. Een boerderijcamping. Ja, als jij daar de lol van in ziet. Ik wil daar wel een steuntje in de rug zijn, hoor. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb het hier wel naar mijn zin. Maar goed, nu schijnt de zon ook. Dus dan is alles al sowieso wel leuker, denk ik. Maar ik krijg er geen stress van bij het idee dat ik hier misschien heel eventueel zou wonen. Maar je moet wel goed bedenken waarom je dat zou doen. En daar ben ik nog even aan het onderzoeken. Of er genoeg reden is om dat misschien te doen. Daar ben ik nog niet helemaal uit.